Vandaag gaan wij een soepje maken. Ik ga beginnen met de bolletjes draaien. Gewoon gehakt natuurlijk. Wel leuk. En dat laat ik je nu zien. De balletjes moesten eigenlijk gewoon gedraaid worden in kleine balletjes, zoals heel veel gehaktballen. Alleen, je moest wel zorgen dat je niet het vlees met het vlees je gezicht aanraakt, anders ben je ver van huis, dan kun je er namelijk ziek van worden. Maar verder hoeft er niks bij, dus altijd leuk. Nou, wat hebben we eigenlijk nodig? We hebben hier lekkere soepballetjes, lekkere fijne soepgroenten. En twee bouillonblokjes voor wat lekkere zoute smaak. En het water staat nu even te koken. Ik heb het net aangezet. En we gaan lekker zo beginnen. Dat is wel mooi. Het water begint een beetje te bubbelen. Nu moeten we even de bouillonblokjes erin doen. Dat maakt de soep een beetje lekker sappig. Dus ja, dat doen we er eigenlijk in. Dus dat is wel mooi. En de dek gaat er weer op. Het is weer even verder. En de gehaktbal is gewoon erin. Kijk, doen we gewoon zo. Gewoon in één keer erin. En dan even wat wachten en over 10 minuten zie ik wel verder. Ik zie je dan. Nu je kunt zien, zit er heel veel van die schuim op. Dat moet er eigenlijk een beetje af met een pollepel zo, over het randje. Dan moet je een beetje afgieten. En dat moeten we steeds herhalen, zeg maar. Hier ging ik het vetten van de soep afhalen. Dat is heel ongezond, maar dat smaakt de soep als dat inlaat wat minder. Maar zo ging het beter. Wel leuk overal te doen. Van verschillende kanten. Wel leuk. Ik kan er wel om lachen. Nu doen we de soepgroenten lekker in de pan. En dan kunnen we dat lekker klaarmaken. Zo. Huts! Je ziet er wel lekker groen uit. Ja. En het ruikt heel erg naar groente. Maar dat klopt ook, want het is groente. Zeker grappig. Zo ziet het er nu lekker uit. Zoals je kunt zien heb ik één van de ballen eruit gehaald. Gaan we kijken of het moet doen. Ja, dat is wel lekker goed. En hoe kwam? Ik denk dat hij over 5 minuten lekker klaar is. Oh. Ik denk dat de soep lekker klaar is. Ik denk dat de soep helemaal... Ja. Lekker.